In de Schermerpolder pronken nog 13 van de 52 molens die in 1633 de Schermeer droogmaalden en veranderden in een welvarende streek, waar de akkerbouw en vooral de veeteelt de voornaamste middelen van bestaan zijn. Op de sappige weiden van de Schermer grazen 3000 runderen. De allerbeste vertegenwoordigers van deze kudde mochten deelnemen aan het defilé dat in aanwezigheid van de commissaris der koningin in Noord-Holland, meester Prinsen, in Stompe Toren gehouden werd, ter gelegenheid van het 325-jarig bestaan van de Schermer. In de rij van trotse veehouders liep ook een modieus geklede vertegenwoordigster van de moderne boerenstand. Hartelijk was het applaus voor de koe die de kampioenskeuring won, de 7-jarige Wiepje 19. Zij produceerde in 1 jaar tijd bijna 10.000 liter melk in dit land van melk en boter, dat feestelijk zijn droogmaking herdacht.